In mijn vorige filmpje heb ik gesproken over hoe de ouders het beste op de erotische uitdrukking van hun kind kunnen reageren. Je moet weten dat een kind in zijn lichaam geïnteresseerd is als geheel. Dus als een kind met die opwinding gaat, komt naar de ouders, dan heeft het niks met ons volwassen denken over seksualiteit te maken. Het heeft te maken met dat het kind nieuwsgierig is naar het lichaam, van wat er gebeurt en hoe je dat in contact kan brengen, hoe we gevoelens benoemen, hoe we met elkaar omgaan. En het kind, als we het over de seksuele ontwikkeling hebben, begint in de leeftijd van 3 tot 5 jaar opwinding in het geslacht te voelen en wil daarmee contact hebben en wil gewoon weten wat er gebeurt. En het kind is totaal onschuldig daarin, dus dat moeten we niet vergeten. Als we daarvan uitgaan dat het kind naar de ouders toe gaat als het iets wil weten, en de ouders geven een antwoord wat bij de innerlijke beleving van het kind past, dan zal het kind altijd weer terugkomen als het vragen heeft, ook in een verdere ontwikkeling. En dan behoudt het het vertrouwen in de ouders, in de opvoeders, en ook het vertrouwen in het eigen lichaam. En het krijgt het gevoel dat het lichaam goed is en dat de impulsen vanuit het lichaam goed zijn, dat het gevoel wat er is goed is. Dus dan krijgt het kind ook zelfbewustzijn. Als het dan verder groeit, dan is er in de komende fase niet zoveel interessants te berichten wat de seksuele ontwikkeling betreft, maar wel weer in de prepuberteit. Ja, want we kunnen zeggen dat de seksuele ontwikkeling vooral gestuurd wordt door de hormonen en dat er bepaalde leeftijden zijn waar weer opnieuw veel hormonen uitgestort worden. Nou, dat is in de puberteit extreem, dus dat vertwintigvoudigt zich in de leeftijd tussen 10 en 14 jaar. En dat is opnieuw een fase waar het kind begeleiding nodig heeft. Wel op een andere manier dan daarvoor. Want een klein kind heeft de begeleiding van dichtbij nodig. Het moet gereguleerd worden. De ouders willen dat het kind in onze maatschappij past. En dat het niet overal tegen frustratie aanloopt. Bij een puber is dat anders. Die wil vrijheid ervaren. Die wil zelf bepalen wat hij doet. Maar het puberbrein is nog niet uitgeruimd. Dus een puber die kan nog niet de gevolgen van zijn gedrag overzien. Die kan zich niet in een ander verplaatsen en die neemt risicovolle acties. Dus de ouders zijn daar heel belangrijk om de puber te ondersteunen en met de puber in gesprek te gaan. En daar vertel ik in het volgende filmpje meer over.